wetenschapper die de status heeft van een popster. Richard Dawkins is een fenomeen. Deze bevlogen bioloog is een fanatiek pleitbezorger van de evolutietheorie en trekt volle zalen over de hele wereld. Gisteravond gaf hij een uitverkochte lezing in notabene een kerk. En ook studenten van de Universiteit Groningen vallen nog net niet in katzwijm als Richard Dawkins een bezoekje brengt. Kaartjes krijgen was ontzettend moeilijk, maar het is gelukt. Hij is toch een soort van superheld. Ik bedoel, hij heeft een hele hoop bereikt in zijn leven. Hij is toch bekend, komt veel op tv. Richard Dawkins came to town. Wie zegt u Richard Dawkins? Hij is zo'n beetje de meest populaire wetenschapper op de aardbol. Talloze filmpjes op YouTube en afgeladen zalen als de man een lezing geeft. Gisteravond werd Groningen aan de zegenkar gebonden. Een soort van idool. Ja, misschien is hij dat wel, in ieder geval voor mijn vakgebied. Ik ben zelf evolutiebioloog. En als evolutiebioloog ben je altijd heel nieuwsgierig om erachter te komen hoe alles zo is geworden zoals het nu is. Als iemand dat dan heel goed in woorden weet te vangen, in begrijpelijke taal weet te vangen en daar meerdere mensen enthousiast voor weet te maken, dan is dat geweldig. Maar Dawkins heeft ook nukken. Geen pauze in het debat dat de universiteit deze ochtend organiseert. Want als hij na de pauze geen zin meer heeft, is hij zomaar verdwenen. Zo vertrouwt een communicatiemedewerker ons toe. En geen vragen van de pers tussendoor, daar wordt hij nukkig van. Wij gokken het er toch op en hopen dat we een niet al te domme vraag stellen. How is your life as a popstar? Are you being a hype, considering? No, I'm not a popstar. No? Are you a hype? I'll answer a serious question. Oeps, daar bezinnen we ons even op. Dawkins is evolutiebioloog en predikt de leer van Darwin. En dus komt hij aan de lopende band in botsing met aanhangers van allerlei geloofsovertuigingen die menen dat de mens en de aarde door een god geschapen zijn. Voor hen is Dawkins een soort antichrist. Hier leest hij hate-mails van religieuze mensen voor bij het haardvuur. Het filmpje is een hit op YouTube. You hypocrites want to condemn anybody for making mistakes or believing different from your bullshit, retard, atheism, dogma. Dat is een beetje soms het jongetje wat zegt dat de keizer geen kleren aan heeft. Maar tegelijkertijd ook, vind ik, probeert zoveel mogelijk wetenschappelijk eerlijk te zijn. I believe in the truth. I love the truth. Evolution is true. It's also exciting. It's also beautiful. It's also the explanation for why we all exist. So anybody who doesn't want to know why they exist is hardly worth living at all. Het is eigenlijk heel simpel. Je gelooft in God of je gelooft Dawkins. Dawkins. Into Dawkins. Ja. Yeah.